Welkom bij Rivierenland in Zaken, het zakenprogramma voor de regio Rivierenland. En aan de regiotafel praten we weer met ondernemers die vast en zeker weer veel te vertellen hebben in deze aflevering van Rivierenland in Zaken. Kijken naar de Rivierenlandtafel is natuurlijk altijd de vraag even van waar kom je vandaan? Ja, op een ontbrekend stukje in de puzzel, Druten. Ja, Druten, dus het moet ons uitzendgebied eigenlijk... Ja, dat zou hartstikke leuk zijn. Ja. Ja, je bent 12,5 jaar voorzitter geweest. Ja, klopt. En je bent heel klein begonnen. Kun je in het kort even uitleggen hoe je dat... Ja, heel eenvoudig. Ik werd benaderd door de voorzitter van bestuur met verzoek om hem op te volgen. En de opdracht die ik kreeg was het de club te laten groeien tot een ledenbestand van 100 leden. Dat hadden ze nog nooit gehad. Maar ook om te verjongen, want het was wat vergrijsd. Een groot aantal inactieve ondernemers en daar moest een beetje nieuwe land ingebracht worden. Nou, zo ben ik gestart en ik denk dat we op dat moment rond de 75 leden hadden. Maar na 2 jaar hadden we nog minder dan 50. Dus het ging niet helemaal crescendo, aanvankelijk. Maar nu zit je aan de 190 leden. Ja, we zitten rond de 190 leden. En dat hebben we echt met z'n allen, met het hele bestuur, gepresteerd door de goede dingen proberen te doen. En grappig is dit, de laatste 5 jaar hebben we toch een redelijke crisis meegemaakt. Ja. Dat heeft eigenlijk bij 2008 is dat wel zo'n beetje begonnen. Ja. Dat heeft veel langer geduurd dan iedereen gedacht heeft. Heeft dat ermee te maken dat het niet groter kon worden dan? Of zeg je Nee. Ik zou zeggen, ondanks de crisis zijn wij gegroeid. Is het ledenaantal spectaculair gegroeid. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat als de crisis niet in alle hevigheid had omgegrepen zoals we dat gezien hebben. Ja, dan was dat ledental zeker boven de 200 aangekomen. Waar ben je het meest trots op? Het feit dat... Rivierenland als hotspot op de kaart gekomen is? Nou, ik het meest trots op ben, is dat wij verbindingen hebben gekregen met al die lokale bedrijfskringen hier. En dat die ook de meerwaarde zien om iemand vanuit hun lokale bestuur aan het bestuur van VNO en NCW toe te voegen. Daar ben ik heel trots op. En ik ben natuurlijk trots op datgene wat we qua ledenaantal hebben bereikt. En dat kun je alleen maar bereiken door de goede dingen te proberen te doen voor ondernemend Rivierenland. Ja. En het ondernemersklimaat, is dat ook door het regeringsbeleid, vind je, wat verbeterd? Of zijn daar nog wel een aantal slagen te maken? Ondernemers vind ik, ik zie dat elke dag, die hebben juist, vind ik, heel veel, die ondervinden veel tegenwerking. Van enerzijds maatregelen vanuit Den Haag, maar anderzijds ook, hele onaardig te zeggen, de manier waarop banken op deze manier op dit moment opereren. Maar is er dus een strategische zet om Hans van Zuidam dan maar Nee, omdat Hans echt een witte raaf is. Die enorm goed feeling heeft, een enorme verbinding met de ondernemer. Dus daar waar hij kan en de mogelijkheden ziet, zal hij zeker ondernemers verder proberen te helpen. Ja. Als je kijkt naar de komende jaren, want je bent ook ondernemer. Ja. En je bent een succesvol advocatenkantoor gestart. Ja. Cortex advocaat. Ja, klopt. En hoe gevestigd gaat in Druten? Ja, top. Is dat ook eigenlijk niet een van de redenen dat je zegt, dat voorzitterschap mag wel een beetje minder? Ja, dat is wel. Dat is natuurlijk een reden. Want toen ik bij mijn vorige kantoor werkte ik in een grote organisatie. En als ik dan een middag weg voor VNO moest, waren er altijd 2, 3 of 4 collega's die mijn werk af konden maken. Nu is de organisatie wat kleiner. En komt er toch weer wat meer op mij vanuit de operatie terecht. En dat betekent dat ik ook wat minder tijd heb voor VNO en NCW. En dat betekent dat je ook eerlijk naar jezelf moet zijn. En dat je moet zeggen na zoveel jaar van, ik zit er al heel lang, ik heb wat minder tijd. Hmm. Nou, het is tijd om het over te dragen. Nog even de link te leggen naar het ondernemerschap. De wet werk en zekerheid. Hè? Heeft die als advocaat ook voor jou nog wat extra werk opgeleverd? Of, Ja, maar dat is een dramatische wet. En ik had het zojuist met onze voorzitter Jacco Vonhoff erover. Hij vertegenwoordigt ook VNO en NCW vanuit Apeldoorn en Den Haag. Ja, in Den Haag heeft VNO en NCW denk ik een verkeerde lobby gevoerd. Ook als het om de wet werk en zekerheid gaat. Ja. En met alle goede bedoelingen is het wel averechts uitgewerkt. Dat hadden we het net over. En hoe ervaren ondernemers de steun vanuit Den Haag? Ja, dat
ze ervaren dat zeg maar niet als heel erg stimulerend. Want het is ontzettend moeilijk geworden om dysfunctionerende werknemers aan een eind te brengen, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de versoepeling van het ontslagrecht, ja, in de praktijk, en ik heb er elke dag mee te maken, heeft het totaal anders uitgepakt. Ja. Alle goede bedoelingen van VNO en Zweden spijt. Ja. Maar als advocaat krijg je daardoor misschien wel wat drukker, of dat of niet? Ja, maar ik heb het al heel druk. Ik had het in mijn vorige baan heel druk en ik heb het nu nog steeds druk. Alleen, zeg maar, het is vanuit een wat meer negatieve sentiment. En dat is niet leuk. Oké, duidelijk. Ik vind het heel leuk om met je gesproken te hebben. We hebben al eerder aan deze tafel gezeten. We gaan waarschijnlijk in de toekomst praten met jou in een andere hoedanigheid. Maar hoe dan ook, bedankt voor je inspanning en zakelijk heel veel succes. Dankjewel. Dames en heren, kort in gesprek met de scheidend voorzitter van VNO-NCW. Dat was Joris Nelissen. Tijd voor een nieuwe gast. Ondernemerschap in de regio. En als je praat over het ondernemerschap en je praat over alles wat er veranderd is zo aan het begin van het jaar, dan is het tijd om de man die alles weet van accountancy, onder andere, is aan de tand te voelen. Martin Hommerson. Martin, bijzonder hartelijk welkom. Accountancy mag ik eigenlijk niet gebruiken, hè, dat woord. Hè? Ja, je mag het wel gebruiken, maar ik denk dat je tekort doet inderdaad aan ondernemerschap, zonder de accountancy weer tekort te doen. Ik denk inderdaad ondernemerschap, belangrijkste term is die je kunt gebruiken. Ja. Ja. En je moet een positief mens zijn, want er is toch heel veel veranderd in dit gebied. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nog even voor de mensen die het niet weten, maar waar kom jij zelf vandaan? Ik kom zelf uit, zal ik het aanwijzen? Ja, graag. Uit Neder-Betuwe. Ja. Ik ben in het midden van Neder-Betuwe geboren en getogen, Heldik, en ik woon in Echteld tegen Tielaan. Kijk aan. Ja. En daar woon je nog steeds naar je zin? Absoluut, ja. Mooi. We gaan het hebben over dat ondernemerschap en wat er eigenlijk veranderd is. Want begin van het jaar, er is heel veel veranderd voor de ondernemers ook, in de regelgeving. Sowieso in de regelgeving ondernemers is er veel veranderd fiscaal. Want ik ben zelf fiscalist van beroep. En daar zie je dus gelukkig na een aantal jaren dat er weer het nodige veranderd is en gaat veranderen. Ja. Maar het belangrijkste in ondernemerschap wat eigenlijk veranderd is, en dat is niet een trend van alleen afgelopen 1 januari, is dat er meer een beroep wordt gedaan op samenwerking tussen ondernemers. Ja. Verbinden van ondernemers met elkaar, samen zorgen dat een bepaalde taak voor een gebied of een regio vervuld wordt en dat ook de ondernemers daar hun vruchten van kunnen plukken. Ja, maar hoe doe je dat? Doe je dat in een organisatie als bijvoorbeeld hier zo'n VNO-NCW of zeg je wel? Ja, nou, ik denk dat het een heel belangrijke stap is geweest het regionaal investeringsfonds. Ja. Wat we kennen. Dat is een fonds wat is opgericht door de Fruitdelta Rivierenland, 10 samenwerkende gemeenten, 3 euro per inwoner. En wij waren een van de eerste regio's in Nederland die besloten zo'n samenwerkingsverband op te zetten. Ja. Zo'n investeringsfonds. En daar is al eens een keer met Hans Beenhakker ook over gesproken hier aan tafel. Ja. Als we kijken naar het komend jaar, wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen? Waar moeten ondernemers vooral op letten? Want we kunnen ze nu nog even waarschuwen. Hè? Nou, ik denk komend jaar, er is ook een beroep gedaan eerder al bij de nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW. Een beroep op samenwerking, verbinden. Ja. En dat is echt de term voor de komende jaren. En niet alleen verbinden tussen ondernemers zelf, maar ook verbinden met generaties in leeftijd. Dus onze generatie I, zoals we ook wel populair zeggen, de jongeren die geboren zijn na 1980, actief betrekken bij je ondernemerschap en bij je plannen. Ja. Dat is een uitdaging. Dat is waar we voor moeten gaan. Ja, nou zijn er alweer veel meer startende bedrijven en er gaan er ook veel minder failliet. Ja, dus het aantal faillissementen is inmiddels tot een dieptepunt gedaald, maar eigenlijk is dat een hoogtepunt. Ja, absoluut. En dan nog even over de leefbaarheid, hè? Ja. Want dat is eigenlijk ook wel een heel breed begrip. Ja, nou de leefbaarheid van de regio staat of valt bij enerzijds samenwerking, participatie, maatschappij, goed ondernemerschap. Ja. Maar die staat ook bij zorg dragen dat het verenigingsleven en het sportleven op plaatselijk niveau in stand blijft. En dan bedoel ik niet jouw faciliteiten concentreren in één plaats,
maar zorgen dat de ouderen en de jeugd ook in de plaatselijke dorpen hun sport kunnen blijven oefenen en bij elkaar kunnen blijven komen. Ja, en dat is ook middels verenigingsleven, recreatie en dat soort activiteiten. En daar kunnen ondernemers een hele belangrijke bijdrage aan leveren. Zoals? Zoals bijvoorbeeld sponsoren. Ja. Maar er zijn ook best activiteiten commercieel te maken. Ook op dorpen en kleine plaatsen. Ja, is dat ook een beetje de toekomst van dit gebied? Veel meer recreatie, veel meer toeristen ook hier. Je vroeg straks, dat is wel mooi, dat is de uitdaging. Ja. Als we dan zien, als je dan ziet dat we als logistieke regio heel grote vorderingen hebben gemaakt. Ja, klopt. Dan zien we daar bij toerisme, we maken vorderingen, maar lang niet die stappen die in de logistiek zijn gemaakt. Dus jij vroeg, wat is de uitdaging komend jaar? Ik denk de toeristische sector, toerisme en recreatie. Heel belangrijk wordt en is voor de regio Rivierenland. Dat betekent in de toekomst, dan praten we niet meer over Rivierenland, maar dan praten we echt ook over die Fruitdelta. Fruitdelta is wel mooi inderdaad als gebiedsaanduiding en veel unieker als Rivierenland. Oké, dan zullen we de naam van het programma waarschijnlijk wel moeten veranderen. Regio TV Fruitdelta. Ja, wie zal het zeggen? Ja. Martin, dank voor het gesprek. Graag gedaan. Dit was Rivierenland in Zaken. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling in de regio, dan volgt u ons natuurlijk op de website www.rivierenlandinzaken.nl. En anders kijkt u gewoon naar Regio TV Tiel. Dank voor uw aandacht en tot de volgende keer.